Goedemorgen, kijkers. Welkom weer op een vlog. Mijn naam is Cedric Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Ik ga eindelijk voor de eerste keer terug werken. Na zoveel maanden thuis heb ik gezeten, ga ik eindelijk terug richting Pwel. Oh ja, dat kan eens leuk zijn. En het heeft nog zelfs nog gevroren op vandaag. En dan nog midden mei. Ja, wat. Maar ja, we gaan er wel iets leuks van maken weer op vandaag. Dus ik heb gehoord dat we mondmaskers moeten inpakken. Yay. Yippie-kaye. Motherfuckers. Het is frietkaart. Moet ik krabben of moet ik niet krabben? Oei, oei, oei. Krabben! Krabtime. Allee. Ik zie jullie allemaal zelfs terug na mijn werk nu. Dus ik kan nu, heb ik de eerste 8 uur dus niks, maar ook niks voor te kunnen filmen. Dus bij deze, hier zie ik u allemaal deze avond terug. Hallo kikkers! Jawel, jawel, jawel. Ik heb weer gedaan met werken. En ik heb ook al gegeten bij mijn ouders. Ik ben nu onderweg naar mijn schattekje toe. Ja, die nu terug in de Lotelarenstraat woont. Dus dan moet ik mij wel verplaatsen. En ze weet dat ik onderweg ben. Maar wat ze niet weet is, mijn kopje is geschoren. Jullie hebben het misschien wel gezien. Met het verschil van deze morgen en nu met mijn haar. En het wordt ook wel heel donker. Dat is wel niet goed. Dan gaat het regenen. Dat het hier zo warm begon te worden, man. Mensen vast aan het gaan. Mensen vast gestond nog aan. Ja, ik ben hier echt heel goed op het letten. Jullie zien het, dat ik gefocust ben. Want dit is hier echt een vieze punt waar ik altijd aan het rijden ben. Hier bij de Record in Hasselt. Waar ook de watertoren staat. Oh, Jezus Maria Jozef. Ja. En ja, toch niet zo'n korte gebeur, maar toch ergens een wijk gebeur, ik zal het zo zeggen, die staat langs mij. En ja, we moesten lachen. We moesten lachen. Ik kom hem ook wel echt overal tegen. Ja, het is ontzettend druk op de baan.
echt druk. Op de baan. Drukker dan, ja. Dat is eerst coronatijden. Ja, er is eentje aan het leren en die raakt niet vooruit. Die raakt er echt niet vooruit, oh garm. Oeh, die rent ook wel redelijk hard. Oeh. Dat kan ik niet nadoen, want anders zit er, ik denk, eentje in mijn kont. Dus aan de ene kant is het nog goed weer, aan de andere kant ja, het begint echt goed bewolkt te geraken. Maar dan ga ik bij Beerken zijn, ik denk een goed dik uurtje. Ja, want we kunnen niet meer samen naar Vellumstelsoog kijken. Dus, ik vind dat wel jammer. Bijna, we do, ben er bijna, we do. En dan hier ergens parkeerplaats zien te vinden. Hier zo, ja. Wacht, eens even kijken als ik daar ergens kan zetten. Voilà, goed manoeuvreren. Dat ik zeker in mijn vak sta. En niet tegen een boom aanrijd, want ik heb dat nog eens gehad. Bij, ik denk dat dat bij... ik ben aan het denken, wie was dat nu weer? Dat ik zoals tegen een boom ben gereden. Bij Evelien, juist. Evelien, daar ben ik eens tegen een boom bij haar thuis aangereden. Niet goed, hè. Nu onderweg naar mijn schatje toe. Ik ga toch wel een jas aan doen, hoor. Voor service. Voor buiten, denk ik. Voilà, bij deze. Allee, tot service. Kijk eens, baby, dat ik ben. Hallo. Ja. En ze had het ook al direct door met mijn kopje dat hij geschoren was. Ja. Weet je welke vraag dat ik morgen om mijn wijk krijg? Nee. Zeg, bij welke kapper was het geweest? Want de kapper zit er nog toe. Ja. Ja, bij mijn kapper. Papa. Toppie. Wat is er verteld tegen de kijker? Ja, ik ben al van half zeven wakker. Ja, dat zit er mee. En niemand heeft me nodig, maar ik begeer het. Dimitri is bij mij. Dat gaat hiervoor. Ja. En mensen, ik ga sowieso...
Voor deze komende tijd. Kijk het ook voor mij veiliger spelen. De vlogs komen niet meer om 7 uur online. Maar om 8 uur, heel vroeger. Toen had ik altijd die 8 uur, maar toen was er familie. Dat we dan ook willen kijken. Nu is het toch geen familie. Dus dan kan ik het wel terug op 8 uur zetten, voorlopig. Tot zij hier bij mij thuis woont. En mag wonen. Ja. Dan kan ik perfect om 7 uur vloggen. Ja. En ik ben ook ontzettend moe. Ja, ik heb ook al tegen de kijkers verteld wat ik vandaag heb gedaan. Dan moet ik dat doen. Alleen maar ik zou thuis met twee natuurlijk spelen en uploaden. Ik wil jullie echt niet teleurstellen. Ons schoenkatje. Daarboven. Dus om op de mond binnen zijn. Is hij toch niet? Nee, die komt niet. Ja, maar schat, zelfs als ik de kat wil filmen, laten ze die binnen. Hé, schat. Ja. Waarom zeg ik nu niet een keer zo stil? Omdat ik moe ben, zeker. Ik weet het niet. Maar ik wil jou nog niet weg. Ja, schat. En kijkers. Ik mis mijn schat elke seconde meer en meer als ik echt zelfs weer al door ben. En ik denk dat het ook wel andersom is. Ja, kijkers, dat weten jullie nog niet, hè, hoe ik wakker ben geworden. Ik werd wakker en ik ging naast me voelen met mijn ogen dicht. Of Dimitri naast me lag. Toen deed ik mijn ogen open. Oh, damn, het was geen droom. Ik ben toch thuis. Ja, dat is de reality. Realiteit. En hoe werd jij wakker? Heb je dat ook al verteld? Hé, hey, goedemorgen. Oh ja, mijn schat ligt niet meer langs me. Oh man, dat was echt... Als je 3 maanden langs iemand hebt gelegen, hè. Bijna drie maanden. En je hebt daar echt een serieuze band aan mee creëert. Dat wist je niet op één dag weg. Dat wist je echt niet op één dag weg. Nee. Maar ja. Bij deze. Ik ga jullie nu laten. Yo. Tot nog eens. De kijkers, hè. Ja. Tot nog eens. Zo, kijkers. Ik ben terug in mijn straatje aangekomen. Terug op mijn appartementje. Het was heel leuk geweest bij mijn schatje Bea. Maar ik was zo moe van mijn eerste werkdag. Ja, die zit er ook jammer genoeg weer al erop. En dan hopen dat ik geen slechte post heb gekregen. Hopelijk. Dan moet ik dat ook nog gaan betalen. En dan nog direct een mededeling video al in de wereld gooien wat ik juist heb opgenomen. Voilà, ik ben al thuis. Riem uit. Jullie mee. Ik dacht al, ik had jullie al ingestoken achter mijn hoesje. Was je niet in een pusher? Dat zeggen ze toch altijd. Voilà. Handrem op. En dan maar naar binnen gaan. Oh, mijn eerste werkdag zit er officieel nu ook op. Van Bewel. Het was wel ook vermoeiend. Dat moet ik ook wel ook eerlijk toegeven. Daarom dat ik ook zo ontzettend moe ben. Wat ga ik nu nog doen? Ik denk dat ik nog eerst naar Enzo Knol ga kijken. En dan nog wel een paar YouTube filmpjes kijken. En dan zal het wel, ook wel al richting slaaptijd zijn.
Want ik ben echt moe. Ik heb zelfs nog rond een uur of negen nog webcammen met mijn schat. Dus dat ik toch nog een uur heb kunnen slapen. Ja, dat is bij deze. Kijk, doe ik deze vlog al afronden. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van het rijden en zeilen wanneer dat er een nieuwe vlog online komt of een nieuwe video. Noem maar op. En ik ben nu ook aangekomen naar mijn brievenbus. Brievenbus empty. Brievenbus empty. Oh. Naar binnen geraken. Voilà, en dan pak ik nog de lift, dat ik zo moe ben om de trappen te nemen. Ah, lampen is al uit, lampen is uit. Meteen de lift er is. Voilà. Dan trekken we op onze verdieping. Papo, pa 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 normaal doen, Dimitri. Normaal doen. Normaal doen. Dus bij deze ben ik nu ook op mijn appartementje aangekomen. Gewoon om de speciale video nog in de upload gooien en dan ga ik richting mijn slaapkamer kanaal, daar ga ik wat YouTube kijken. Ja, hier vertoef ik echt heel weinig in mijn woongedeelte en dan moet ik ook wel eens proberen meer te leren dat ik meer in mijn gewoon gedeelte vertoef. Bij deze, dankjewel om te kijken en tot morgen.